Wij zijn heel tevreden over dit akkoord. We hebben een hartstikke mooi akkoord liggen waar wij eigenlijk voor de hele stad iets voor iedereen kunnen doen. En daar zijn we heel blij mee. Vooral komen we mooi sociaal om de hoek. Maar ook woningbouw is ook voor iedereen belangrijk. Dus we zijn heel erg blij met dit akkoord. Dit akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Heeft u daar speciaal voor gekozen als fractievoorzitters? Daar hebben we speciaal voor gekozen. En dat was ook een advies van onze informateurs van jongens. Hou die hele raad bij elkaar en doe alleen een akkoord op hoofdlijnen, zodat ook de hele raad zelfs van mee kan denken. We zijn voor de hele stad bezig, dus voor iedereen. Welk punt was zo belangrijk voor u en het CDA dat dat er per se in moest? Er zijn veel punten. Het allerbelangrijkste is dat we voor alle inwoners wat kunnen betekenen. Het is niet één specifiek punt die wij daarin willen benoemen. Wat is voor u het speerpunt de komende 4 jaar? We gaan voor een kansrijke stad. Dat is een speerpunt. Maar dat is een mooi begrip, een kansrijke stad. Daar moet veel meer aan vastzitten. Ja, maar dat gaan we allemaal nog uitzoeken in die 4 jaar. Daarom hebben we een akkoord op hoofdlijnen gedaan, dat er nog heel veel uitgezocht kan worden. Waren er nog verschillen tussen de fractievoorzitters ten aanzien van dit nieuwe coalitieakkoord? Nee, we waren het eigenlijk wel vrij snel met elkaar eens. Nou ja, zoals je weet was er één klein verschilletje, maar dat was te verwachten. Maar voor de rest waren we het heel snel eens met elkaar. Ja. Dat klinkt een beetje saai, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, dat is juist heel positief. Ja, want wanneer je elkaar de tent uitvecht, dan kom je nooit tot een goed akkoord. En dat is nu niet aan de orde geweest? Absoluut niet. We hebben echt plezierige avonden zelfs gehad. Dus volgens mij zit er een hele leuke coalitie aan te komen. Hoe ziet u de komende 4 jaar voor Almelo? Over 4 jaar zijn we ontzettend gegroeid. We hebben heel veel kansen liggen en ik denk dat we die nu moeten gaan benutten. Waar mag ik u over 4 jaar op afrekenen? Op alles? Nee, dat kan niet. Geen idee, nee. We gaan niet een specifiek punt noemen van ja, dat wil ik in 4 jaar bereiken. We hebben een mooi akkoord liggen en daar gaan we mee aan de slag. U ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet? We zien hem zonnig tegemoet.